De winter zit er weer aan te komen en dat betekent dat het aardig begint te kriebelen bij menig Nederlandse wintersporten. En maar liefst 58% van al die Nederlanders gaat nog naar één wintersportland bij uitstek, Oostenrijk. Wij zijn met RTL Wintertijd op zoek naar leuke verhuuraccommodaties en we staan vandaag in Zellamzee. En ik heb iets fantastisch gevonden, want deze accommodatie is nog nooit een Nederlander in de winter op vakantie geweest. Want het is spiksplinternieuw. De skigebieden van Zellamzee en Kaproen, die slechts 10 minuten van elkaar liggen, zijn razend populair bij Nederlanders. Je vindt er 140 kilometer aan pistes voor het hele gezin. Dormio Holidays heeft Arno uitgenodigd alvast een kijkje te nemen in Residence Bellevue. Een magnifiek gelegen wintersportaccommodatie. Grüß Gott, Anne. Hallo, Arno. Also, ich möchte zuerst mal zum Wellness. Wo war das auch wieder? Gehst bitte hinter zum Lift, ja. Nimmst den vierten Stock und dann steigst du bei der rechten Seite. Okay, dankeschön. Hier ist ontspannen natürlich. Ja, Arno, das ist tegenwoordig inderdaad het sleutelwoord na het skiën en après-skiën. En hier in Zellamzee krijg je er als bonus ook nog een weergaloos uitzicht bij. Zo'n uitzicht wil je toch hebben? Kan je het je voorstellen in de winter met allemaal sneeuw hier? Waanzinnig. Kijk, dit is natuurlijk fijn. In je eigen appartement een sauna, extra super hot finish, 90 graden. Of ietsje minder warm, 60 graden, een kruitensauna. En daarna natuurlijk heerlijk ontspannen. Oh ja, jullie willen natuurlijk die appartementen zien. Nou, er zijn er 24 en ze hebben allemaal een spectaculair uitzicht. Vanaf je eigen balkon, iedere dag opnieuw genieten van een onovertroffen panorama. Dat is een van de vele pluspunten van deze huuraccommodatie. De residence heeft verschillende types appartementen die uitermate geschikt zijn voor de wintersporter die zijn skivakantie juist in een trendy, luxe en moderne omgeving wil doorbrengen. Eens even kijken waar Arno gebleven is. Ah, daar ben je. Ja, kom maar eens naar boven. Penthouse. Nog een mooier uitzicht. Nou, eerst even naar de master bedroom. Heerlijk bed. En zo is het hier dus in de winter. Eigen douche, maar er is nog een andere met bad. En bij een master bedroom hoort natuurlijk een privé terras. Die tweede badkamer met bad. Slaapkamer nummer 2. En slaapkamer nummer 3. Nog een tweepersoonsbed. Een fijn keukentje, zodat je heerlijk met z'n achten aan tafel kunt, of je moet willen chillen natuurlijk. Maar als je hier in de zomer zit, kan je buiten dineren met zo'n uitzicht. Dat is het mooie van dit complex. Alle appartementen hebben een zuidwestelijke ligging, dus altijd zon. Lekker vertoeven ook in de zomer. Met uitzicht op Zellamzee. Een stadje met een autovrij centrum. En daarboven ligt het skigebied van de Smittenheuën. Met die nieuwe funsloop, de langste ter wereld van maar liefst 1300 meter. Dat skigebied erachter, dat kent iedereen. Dat is hier maar 10 minuten vandaan. Dat is het enige gletsjerskigebied van Salzburgerland. Bij de Nederlanders ook wel bekend als Kaproen met de Kitzsteinhorn. En die nieuwe sloop, de Black Mamba, met maar liefst 63% verval. Dus dat is een aardig eentje stijl naar beneden. Nou ja, in deze accommodatie is nog alles duur voor deze winter. Behalve het penthouse, want ik blijf hier. Goed bekeken, Arno, maar we hebben je straks nog nodig, hè, na de break. Dus snel terug naar Nederland.